ben Isaac van Engelen van ABZ Diervoeding. En wij hebben de ABZ verteringanalyse ontwikkeld. En die verteringanalyse die is gebaseerd op het bekijken van de koeien. En het bekijken van de mest en het zeven van de mest. En die helpt ons om heel snel een rantsoen te kunnen aanpassen. En ook snel problemen bij het rantsoen te kunnen oplossen. De ABZ verteringanalyse werkt heel erg goed omdat je heel dicht bij de koeien staat. Je bent als het ware direct aan het reageren op hoe de pensvertering verloopt op die dag. Omdat je met de mest aan het beoordelen bent. En de mest is een spiegel voor de werking van de pens. En wij verzamelen de mest van de koeien. We bekijken de koeien. We kijken naar de kleur en naar de pensvulling van de koeien. En die zegt al heel veel over hoe de koe zelf wordt gevoerd. Een koe is altijd eerlijk, liegt nooit. En mest vertelt altijd de waarheid. Nou, die mest die verzamelen wij met de hand. En dan ruiken wij de mest of die ook scherp ruikt of juist heel neutraal ruikt. We voelen al in de hand voelen we al of de mest al goed verteerd is of niet goed verteerd is. Of die dik of dun is. En die mest verzamelen wij om later te kunnen zeven met onze driedelige zeef. De pens van de koe wordt gevoerd met drie componenten. Energie, eiwit en vezels. En in het AAA-systeem voor de fokkerij werken we met codes. Met het analyseren van een koe en een stier op basis van codes. En wij doen eigenlijk hetzelfde verhaal doen wij met de inhoud van de koe. Met de pens van de koe. Het eiwit heeft als nummer gekregen nummer 1. Dus eiwit is nummer 1. Energie is nummer 2. En vezels nummer 3. De pens van een koe wordt altijd gevoerd door één van deze drie componenten. En de verhouding van die drie componenten in het rantsoen bepaalt de vertering van de mest. Dus met de mestscore en het mestzeven kunnen wij dus herleiden wat in een pens als eerste moet worden toegevoegd en als laatste moet worden toegevoegd of te veel is. Nou, waarom één eiwit? Omdat eiwit eigenlijk het beste is te analyseren. Je kunt als het ware herleiden aan de hand van de geur van de mest. Kunnen we al heel snel bekijken of nou eiwit nou te veel of te weinig is. 2 staat bij ons voor energie. Energie geeft de kwaliteit aan het rantsoen. Geeft gehalte in de melk. Geeft als het ware ook een goed functionerende koe. En 3 staat voor vezels. En vezels zorgt voor de structuur. Voor de kracht. Of een koe ook in staat is om alle energie en eiwitten om te zetten in goed verteerde mest. Het doel van de verteringsanalyse is een goede vertering van het voer door de koe. En dat zorgt voor een vol melkgas, een hoge voerefficiëntie en goed functionerende koeien. En daarvoor hebben wij de mest gezeefd die we verzameld hebben in de stal met de driedelige mestzeef. Waarbij door de bovenste grove zeef blijft de grove fractie achter van het onverteerde rantsoen. In de middenzeef de wat minder goed verteerde fractie. De minder grove fractie. En onderin blijft als het ware de fijn verteerde fractie over. En bij een goede vertering is die fractie die in deze zeef overblijft het grootste. Omdat de pens wordt gevoerd door of 1 eiwit, 2 energie of 3 vezels, kunnen er dus 6 soorten mestcodes bestaan. 6 3VA-scores. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2 of 3, 2, 1. En zo is eigenlijk alle mest van alle koeien in Nederland of bij alle melkveehouders te herleiden tot 1 van deze 6 scores. Het doel van de ABZ verteringanalyse is dit beeld. We hebben hier al een verdeling die daar best wel op lijkt. Dus eigenlijk zijn we ook best wel tevreden. Alleen de rantsoen is nooit perfect. Er blijven altijd dingen voor verbetering vatbaar. Nou, we hebben gezegd dat 1 is eiwit, 2 is energie en 3 is vezel. Ik vind aan de hand van deze score, van deze bolletjes, dat we eiwit op nummer 1 zetten. Ik zie hier wat graan- en maïsdeeltjes in de mest terug. En met name in de tweede fractie. En dat idee, samen met de ureum van 18 in de melk, geeft dat ik in de 3VA-score de 1 op de eerste plek zet. De mest van de koeien was op zich rustig. We hebben ook een hele mooie verdeling, dus weinig slecht herkoude voerdeeltjes. Dus ik zet de 3 van vezels op nummer 3. En daaruit volgt een score van 1, 2, 3. En 1, 2, 3, ziet u op deze kaart, is als het ware deze score. Als eerste is er eiwit nodig. Als tweede energie in de pens. En eigenlijk zijn de vezels wat in overmaat. Uit de juiste 3VA-score, gebaseerd op de cruciale, het mestzeven,
de verdeling van de mestfracties en het ureumgetal, kunnen wij ook meteen vertellen wat het beste voedermiddel is of de beste rantsoenaanpak. Bijvoorbeeld volgt uit het mestzeven een 3VA-score van 3, 1, 2. Dan denken wij dus al heel gauw aan het voedermiddel met 3, 1, 2. Als je meteen het juiste voedermiddel pakt, voorkom je ook het stapelen in het rantsoen. Dat je dus eerst corrigeert met iets en dat werkt niet goed en je gaat nog iets bijpakken en nog iets bijpakken. Waardoor je steeds meer een ingewikkeld rantsoen krijgt. En wij willen juist zorgen met deze aanpak van de verteeranalyse voor een hele eenvoudige rantsoenaanpak. Waarbij je meteen ook de juiste voedermiddelen pakt. Opvallend bij deze score was dat in de fijn verteerde fractie ook nog wat witte maismeelpuntjes tevoorschijn kwamen. En dat is maismeel uit het krachtvoer. Nou, en bij de maiskuil vond ik al dat de mais heel droog was en bestendig. Waarschijnlijk moeten we de energie aanbieden uit wat meer uit graan en wat minder uit het maismeel bij dit rantsoen. Dus ik stel voor op basis van de 1, 2, 3 score en wat ruimer eiwitaanbod. En deze boer zou wat snijmais kunnen vervangen door bijvoorbeeld geplette graan, geplette tarwe of geplette gerst. Nou, op deze manier zijn we dus heel praktisch bezig met het rantsoen van de koe. En met deze adviezen zal die boer goed kunnen sturen.